Hallo YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Bram. En welkom bij de Survival Series. Met vandaag. Wou jij nog wat zeggen? Ja, ik wou Bart zeggen. Ah, laat maar. Oh. Ja, boeien. Oké. Met vandaag, Bart. Ja, dat kom op, dan geef ik het. Oké, opnieuw. Hallo YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Bram. En welkom bij de Survival Series. Ja. Kom op, dan moet je... Welk part is het dan? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat wil je... Dan wil je het noemen en dan weet je hem niet. Nee, want ik wist... Nou, part 170. 171. 173. Jij wist het gewoon. Nee, ik bedenk het me nu. Waar ben jij? Ik ben in de normale wereld. Oh, ik wil je gaan bekogelen met eieren. Dan neem ik ook eieren mee, bedankt dat je het zegt. Nou, mag ik weten. Pad van jou gaan aflopen. Randebiele pad. Welk pad? Waar wil je heen dan? Ja, helemaal door de Nether. Oh, je bedoelt mijn superhandige pad? Waardoor we veilig kunnen lopen. Oh ja, ik heb ovens nodig. Als het goed is, zit er nog wat cobblestone in de kist. Kip! Ach, ik hoor kip. We hebben straks onze hele basis vol kippen en zo. Oh, je had een super cool idee voor een name tag. Alleen hebben die al vernakt aan meneer Snuit. Ik ga vissen. Oh ja, we moeten een name tag hebben. En als je probeer het maar eens uit. Er zit een zombie pigman in onze kippenfarm. Ja, maar ik ga vissen. Ah, shit, natuurlijk. Ik heb natuurlijk geen zwaard om een zombie pigman te doden. Want ik heb een bijl. Nou heb ik eindelijk een beter zwaard dan jij. Waarschijnlijk krijg ik je nog steeds niet dood. Oh, een bijl slaat ook best wel snel dood. Laat de kip ontsnappen! Dood, kip! Ik ga vissen. Oeh, kipje. Want jij wou iets uitleggen. Kipje. Ja, want ik wil wat uitleggen. Nou, als je een name tag hebt, die we... Nee, die hebben we niet aan meneer Snuit verspeeld. Jawel. Nee, want die woont niet in meneer Snuit. Ja, maar hij heet meneer Snuit. Hoe kan dat nou? Nou, omdat we hem een naam hebben gegeven. Die name tag. Ja, maar die werkte toch niet? Heb jij die name tag nog dan? Die is waarschijnlijk in de fik gevlogen. Heb je hem nog? Ik heb hem niet meer. Allemaal jouw schuld. Kijk dan even, zou die niet in een kist zitten nog? Ik ben aan het vissen. Wat zijn die voor inktvissen? Ik heb trouwens ook nieuwe zooi nodig, omdat jij... die gas van vorige keer, die heeft het de weg een beetje opgeblazen. Ik tp je voor het daar gewoon niet meer. Die gas van jou heeft wel de weg opgeblazen daar. Moet ik weer nieuwe spullen halen? Meteen even naar de name tag zoeken. Want als je een name tag in een anvil jab, J-E-B -, de zo noemt. En je noemt gewoon een random schaap zo. Dan wordt het een regenboogschaap. Ik heb het in singleplayer getest, in multiplayer nog niet. Heel vervelend als dat niet gaat werken. Hij is er nog. Kom op, vind hij heet alleen meneer Snuit. Zou die... Oké, ik ga kool zoeken, oké? Ja, die vissen die bijten niet. Bokken dingen. Kom op. Naar beneden. Vissen is saai. En naar beneden lopen is leuk. Je kunt dan naar een stomme hengel kijken. Oh, kopterrein. Een waterlelie, te gek. In ons enorme labyrinth van... gangetjes. Hey, ijzer. Dat valt vies tegen, een waterlelie. Wat heb je aan een waterlelie? Ja, weet niet. Sinds wanneer zwemmen die dingen? Ja, maar waterlelies heb je al genoeg. En ja. Het is niet dat we ze gebruiken. Trouwens, dat is best wel handig als voort hem over water moet. Zet je er een neer, 3 blokjes verder zet je er weer een neer. Hop, hop, hop. En hier is het niet slim om heen te gaan. Of je pakt gewoon een boot. Ja. Oh ja. Oh, huh? Haal ik hem dan te vroeg in of zo? Wanneer? Ja, dan is hij naar beneden en dan pak ik hem en dan is het... Je hebt niks in hier.
Ik weet niet, je hebt de efficiency 800 vishengel. Maar efficiency 0. Ik weet niet, je weet hoe lang het duurt voordat mijn vishengel iets doet, hè? Ja, nou heb ik een vis. Welke? Een salmon. Daar kan ik ook al niet heen. Hè? Hop. Ik voel dat er nou een schoen aan gaat zitten. Niet dat dat bestaat. Kunnen er geen boots aan? Oh, dat zou best wel vet zijn. Diamond boots. Nou, met leather ben ik al blij, maar oké. Ik weet je gewoon om te weten dat het kan. Jij blijft bij water staan, hè? Bij het vissen. Ja. Mooi, want ik ben bij lava aan het graven. Ah, ik denk dat ik even onder de grond ga, man. Niet? Was ik bijna dood. Oh ja, hier zit ook water boven me, dus. En daar is... Ik ben gewoon omringd door lava. En we hebben een quillfish, een pufferfish. Quillfish is een Pokémon. Zo. Wij hebben onze... Onze tunnel der snelvalheid, toch? Ja. Of ik bedoel onze rivier der stromend water. Met die halfslabs die kunnen branden. Met andere woorden, onze rivier daar stromend water. Want ja, heel veel hout is er niet. Nee, maar half... Ah, ze branden meteen, de half slabs. Ja, goh. Weet je dat niet meer? Dat was 70 parts geleden of zo. Of 100. En ik weet het nog steeds. Ja, jammer genoeg weet je het nog steeds. Boeit mij wat. Ik heb er mee van vissen. Echt? Ja. Maar ik ben cool aan het mijnen. En als ik toch aan het graven ben, wie weet vind ik wat diamantjes. Even een nieuw zwaardje maken. Ik wil een name tag. Ja, ik probeer ondertussen levels te verzamelen om deze misschien Jab te noemen. Maar ik hoop dat het in multiplayer werkt, want hebben we een regenboogschaap. Hoe vet is dat? Wat verandert hij dan de hele tijd van kleur? Ja. Vet. Een soort overgang, zeg maar. Alle kleuren van de regenboog. Die moeten wij hebben. Gewoon zo'n habit ding, weet je wel. Je wil hem hebben, maar voor de rest doe je niks mee. Voor de rest is hij alleen maar lelijk en staat hij in de weg. Ja. En uiteindelijk wordt hij opgeblazen door een creeper. En dan is al deze moeite voor niks. En dan is het zo van, yes. Bram, hoeveel hebben wij eigenlijk al gegraven, zeg? Ik loop in die tunnels van ons. Je komt alleen maar lava tegen, hè. Omdat iedereen een bocht maakt bij lava. Of gravel. Ja, gravel ga ik vaak zelfs door, maar... Ik ben nu, maak ik ook een bocht. Ik ben nu aan het graven en overal waar ik graaf zijn tunneltjes van ons. Dat hebben we wel een keer gegraven. Ik heb trouwens een Unbreaking 3 vishengel. Nou, ik hoef niet. Als deze kapot is, dan is hij kapot. Ga je bij dirt ook altijd opzij of niet? Kijk, ja. Weer een tunneltje van ons. Bij lava ook, bij water ook. Gewoon als er iets anders zit dan hard blok. Nee, bedrock ook. Obsidian ook. Wat doe jij dan? Ja, ik ga rechtdoor. Nee, ik ben een echte bikkel. Ik ben nu gravel aan het hakken. Nee, als je naar rechts zat, had je een paar steen kunnen hebben en had je grotere kans op diamonds. Nee hoor, die ging heel snel, die gravel. Ja, bovendien, gravel valt naar beneden en daarbij maak je dus ook een heel groot stuk omhoog. Kijk je wel eens omhoog? Nee. Ik ook niet. Vroeger... Ik heb dat wel eens gedaan, dat ik terugliep van mijn avonturen. Hey, is er een diamond in het dak? Hey, weer een diamond in het dak. Ja. Dan was ik gewoon een stuk of 10 diamonds misgelopen. Gewoon omdat ze in een dak zaten. Geen 10, maar wel dat. Of dat je in je eigen cave verdwaalt. Oh ja, ik wel hoor. Ik heb echt een heel lang lopen mijnen. Als hij naar beneden is, dan... Dus, het is wel buggy, man, dat vissen. Ik ga zo meteen slapen. Ja, wacht dan even, dan ga ik mee. Ik ben level 4,5. Wat smelt en ik ben 5. Wat ga je enchanten? Ja, wat denk je? Een name tag? Ja, die hebben we niet. Jawel, we hebben een name tag, maar daar staat meneer Snuit. Maar misschien kun je die overnoemen of zo. Ik heb wel 8 vissen en een waterlelie. Hoe was jij eerst zo snel level 5 gekomen? Door schapen te scheren of zo? Yep. Volgens mij is dat het gewoon onze XP farm of zo. Dat is gewoon 2 hokken level 5.
Volgens mij als je de hele farm doet ben je 30 of zo. Nou, 30 weet ik niet, maar sowieso een paar levels hoger. Hé, hey, weer een tunneltje van ons. Hé, hey, weer een tunneltje van ons. Hé, hey, weer een tunneltje van ons. Oh. Oké, okay, ik zag nu een beetje door onze tunneltjes heen. Een pufferfish. Oh, het is nacht. De mobs gaan me aanvallen. Ik ga aan de boot. Veiligheid. Oh, je kunt gewoon vanaf de boot vissen, hè? Hé, hey, is onze boot toch nog van pas gekomen? Nee, want ik kan niet op het dak komen. Je moet beter lopen. Je kunt ook gewoon aan de zijkant of op de punt. Wacht, er zit hier een ding. Is onze boot toch nog van pas gekomen? Kijken, waar ga ik vissen? Het is niet vaak dat iets van ons te pas komt, maar... Oh, ik ga op mijn mooie duikplank vissen. Hier, ik heb een tunneltje van jou gevonden. Gravel, hup, weg. Is kool wel weggehakt altijd? Dat doe ik nu wel voor de XP, maar doe ik normaal ook niet altijd. Wel iron mine, hè? Daar hebben we nog veel van nodig. Ja, voor de beacon als we die een keer gaan maken. Een zadel! Heb je een zadel? Echt nutteloos, ja, maar ik heb er wel een. Mevrouw Snuit zetten. Ja. Peter, kun je later op schapen rijden? Schaap. Of koeien pakken we gewoon. Of, nee, als we een paard hebben, kunnen we een paard halen. Bram, ik ben nu al 4 minuten non-stop aan het mijnen. Nou ja, misschien wel meer. Ik heb 9 en... Ik ben nog steeds geen level 5. Kom, word even snel level 5, joh. Kan ik weer verder met mijn... hele kunstwerk van... ja, wat is het eigenlijk? Het is volgens mij een beetje chaos. Maar dan kan ik daar weer verder aan. Je moet even snel level 30 worden, man. Een stekje vol. 30? Ja, ik ben... Ja. Waarom 30? Wil je een visengel enchanten? Mm-hmm. Ja? Nee, nee. Geen visengel, wat zeg ik nou? Ga je zeggen ja. Ja. Nee, dat... Je snapt ook... Nee, je snapt het niet. Dit is moeilijk om uit te leggen. Ik snap het niet echt, nee. Ik bedoel... Laat maar. je weet het zelf ook niet meer. Een pickaxe. Ja, dan gaan we weer even mijn avontuur beleven. Ja. Yep. Vissen die bijtje niet meer. Echte visserstaal hier ook. Visserstaal. Nee, het aas is niet goed, denk ik. Wat gebruik je? Water. Wat doe je op mijn visengel? Een worm of zo? Of slak? Een worm? Ja, ik heb... Maden? Een driekoppige ezelworm. Oh ja, ja, die ken ik meteen. Dat zijn van die wormen die lijken op ezels en hebben 3 koppen. Ja, ik heb beet. Oh, het is een vis. Goud. Ik heb beet. Oh, het is een vis. Normaal vang je voor vissen. Nou, oké. Ik ben dadelijk gewoon level 30 aan smelten, denk ik. Maar aan het mijnen zelf niet. Het zou wel leuk zijn als je level 30 wordt daaraan. Want ik weet niet wat voor mijn aas ik gebruik, maar volgens mij is dit geen goede pickaxe. Oh, dat zou wel cool zijn als een pickaxe... Oh nee, dat gaat niet werken. Want de map wordt al van tevoren geladen voor je het blokje kapot slaat. Dat wou net zeggen, een pickaxe met Fortune 3, dat die dan juist meer oors vindt. Maar een pickaxe met Fortune 3 hebben we al. Kom op. Hey, ik heb nou, kijken, rekenen hoor, 4 plus 4 is 8, plus 3 is 11, ik heb al 13 dingen gevangen. Zullen we even slapen? Is goed, ben jij bij het bed? Een paar duizend blokjes er vandaan, denk ik. Ja, goed genoeg. Ik zit in de mijn, hè? Ik tp naar jou? Nee, ik zit heel diep in de mijn. Creeper, ik neem orga creepers vissen. Bram? Zullen we even slapen? Nee! Rennen! Wat heb je opgeblazen? Ojo, weet je hoeveel monsters hier zitten? Hier is een witch en er zit een slime achter me aan. Ga naar huis! Doe de deur dicht en wacht op mij. Ik was op een creeper aan het vissen proberen.
Kijk ik naar rechts, weet je wat er staat? Nee. Vertel. Rennen. Hij deed niet eens boom. Beter. Niks opgeblazen tot nu toe? Als je het huisje wegdenkt en de haven en de boot, dat is niks. Nee, niks aan de hand. Houden zo. Ik ben in het huis. Je bent er? Ja. Yeah. Wel, doe. Slaap. Nee, no, ik wil nu slapen dan. Dan lig ik. Ah, ik lig in het dak. Jij ook? Nee. Ja, dame. Daar moeten we echt wat aan doen. Maar ik stel even voor om heel snel even dat level te worden wat we moeten worden. En dan kunnen we meteen zijn. Ik ben 5. Ja, ik ben nu 4,5. Maar iets meer nou, dan ga een half. Even die schapenfarm in. Nee, ik smelt wel wat. Sorry. Misschien heb ik zelfs nog wat in de fornuizen zitten. Hup, hier is 2. Dan is 4 en bijna. Nu een heel groot end lopen. Waarheen ga jij dan lopen? Zei ik dat zo raar? Dat zei jij inderdaad zo raar. Kijk naar deze haven. En dan zie ik al die inktvissen. En dan doe ik een jump 360 en dan val ik bijna aan het water. En dan wat is een jump 360? Ja, dat moet ik even bedenken. En dan dat komt toch. Doe jij dat niet, een jump 360? Jawel, als ik wist hoe het moest, zou ik het meteen doen. Hoe weet je het? Dat niet? Nee, slecht, hè? Weet je dat echt niet? Nee, dat weet ik echt niet. Oké, okay, ik praat niet zo over mijn gevoel. Ja, ik ben level 5. En een half. Hey, kom, we gaan, 5. Let's go. Chip. Hup. 5,5. Chip. Ik hoop zo dat het in multiplayer werkt, anders hebben we een probleem. Yep. Chip. We hebben dit gewoon een stom ding. We hebben een heel name tag vernakt. Ah, hij kost 9. Waar slaat dat op? Dat is echt nutteloos. Waarom kost die 9 dan ineens? Ja, oké, okay, ik heb een schaar nodig. Maar misschien wel 2. Waarom is je moet ze farmen. Je krijgt niet van knippen. Krijg je niet van knippen? Nee, tuurlijk niet. Ja, dan moet ik ze doodslaan. Nee, farmen. Dan krijg je meer XP van de dood. Dan hebben we er 40.000 XP daar. Of 40.000 schapen dadelijk. Ja, dan kan je ze daarna doodslaan. Dat is dubbel. Wiet. Oh, dan krijg je ook weer XP van de doden. Ja, nee, je moet ze niet doden. Ja, maar dan krijg je ook XP voor. Ja, dat is het. Niet goed. Hoezo niet goed als je ze doodslaat? Nou kijk, als we ze dan weer farmen, dan krijg je veel meer tijdens farmen. En dan gaat alles lekker en loopt alles eruit, dood ze maar. Ja, daarom moeten we ze doodslaan. Mag ik je zwaard lenen? Nee. Ja, anders moet ik voor deze 5 levels een zwaard... Pak gewoon een iron, dan heb je ze in één klap mee dood. Ja, ik heb een diamanten bijl. Doet dat ook goed? Wacht, hier zit een benen van tropen. Spom. Wat? Pompoen zit hierin. Pompoen. Dat is echt een vervelende tijd. Ik heb weer een zadel. Jij. Ik heb een zadel weer, hebben ik. Nu. Heb jij weer een zadel? Je wil allemaal level up maken mij. Jullie allemaal level up maken mij. Wauw, ik ben 1 level omhoog van de hele witte schapenfarm. En er zijn 2 ontsnapt. Pompoen! Goed zo. Wow, veel gele schapen. Kom op. Doe XP maken voor Tobias. Oh, ik ben 8 een beetje. 8. Oké, okay, misschien kan ik het... De wiet is op. Misschien kan ik het laatste uit de ovens halen. Ik heb ladder. Ladder wat? Enthousiast. Gewoon ladder. Hoe kom je eraan? Vissen. Komt dat uit de zee? Uh-huh. Welk dier geeft dan ladder uit de zee? Een leren vis. Een schoenvis. Uh-huh. Ken je die niet? Jawel, daarom zeg ik het. Als je ze eet?
Stik je. Ja. Ik bedoel, lijkt me niet lekker om op te kouwen ook. Daarom is het ook exclusief. Daarom moet je me ook goed bakken. Mm-hmm. Weet je wel? Krokant, met die bovenkant op de onderkant. Snap je? Als je de bovenkant op de onderkant doet, dan krijg je... Ja, ik weet eigenlijk niet waar je dan krijgt, maar... Zou het met een hoofdletter of zonder hoofdletter moeten? Volgens mij zonder. Ik zou de middelste met een hoofdletter doen. Nee, dat is het sowieso al niet. Dat staat vast. Bram, ik heb een wit schaap nodig. Is het een hoog of een laag streepje? Het is een laag streepje. Zeker. Nee. Het werkt! Het werkt! Oh, we hebben een regenboogschaap! Kijk, we hebben een regenboogschaap! Zie je het? Jongen, waarom doe je dat met deze? Hok, 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 hok. Ik weet het, we gooien een ei tegen hem aan. Ho, ho, ho. Ho, we hebben een regenboogschaap. Ik ga een hok maken. Vang hem, vang hem. Oké, even zoals jullie het weten, dit is zonder mods, dus dit kun je ook gewoon in je eigen servertje proberen. Maar we hebben een regenboogschaap, Bram. Hier, meer, bouw hem vol. Yeah, got it. We hebben een regenboogschaap. Hoe vet is dit? Wat vind je van mok dan? Oh. Vind je van mok? Oh. Tada! 2 minuten is het dadelijk allemaal weer weg, maar goed. Het regenboogschaap. Oh, ik wist helemaal niet dat dat in multiplayer kon. Het mist wat. Wat dan? Nee, kijk, dat moet zo. Netherrack. Moet je deze hoek ook doen, hè? Wat, oh, hij is nu roze en hij is nu blauw en hij is nu geel. En hij is nu groen en hij is nu roze. En grijs en... Trouwens, we gebruiken geen mods, geen video edit gebeuren. Dus dit kun je ook gewoon in je eigen wereldje maken. En dan kun je je eigen regenboogschaap hebben. Hoe gaaf is dat? Ik wil er meer. Meer regenboogschapen. Ho. Tada. Tada. Een regenboogschapenhok. Het is een chameleon. Hij past zich aan de kleur van de wol. Nu. En hij was even oranje. Oh, dit is gaaf. Nu is de hele... Alles is weer goed. Nu is het hele gebeuren weer allemaal goed. Wat heb ik niet nodig? Hier zit trouwens lava. Dat kun je niet zien, maar er zit lava in. Oh, het hele gebeuren is weer goed. Oh, cool. Bram? Nou, Bram, wat heb jij te zeggen? Bram. Oké, Bram is dood. Nou, dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Allemaal bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Maar regenboog.